Ja mensen, welkom terug bij een nieuwe F1 2020 My Team aflevering. Grootste verandering, we hebben een nieuwe livery op onze auto. Meer wit, wat minder zwart. Ik vond deze livery heel erg vet. We gaan gelijk even naar de upgrades. Daar zien we dat wij best wel wat dingen hebben lopen die bezig zijn aan een upgrade. En we hebben niet heel veel punten extra om te besteden. Daarnaast kunnen we ook weinig upgrades doen aan onze hoofdkwartier. We hebben namelijk maar 500k. En één upgrade is gefaald, dus die doen wij gewoon nog een keer, want dan heeft hij 0% faalkans. En zo starten wij eigenlijk aan het eerste weekend. Nou heb ik vorige aflevering al gezegd dat wij iets minder van de training gaan laten zien. Maar ik ga toch wel een beetje er doorheen skippen voor jullie. Beginnend natuurlijk met die training dat je de baan moet leren kennen. En ik voorspel alvast dat dit een aflevering wordt met heel veel foutjes en heel veel moeite. Deze baan is namelijk volledig omringd met muurtjes, betonnen muurtjes. Geen grindbakken, geen zandbakken, geen zachte bandjes. Nee, allemaal van dit soort smalle weggetjes met gewoon harde betonnen muren. Op zich gaat dit lekker. We gaan best wel goed door die hekjes heen. En daardoor is dit een training die we eigenlijk wel makkelijk kunnen halen. Maar je ziet hier gelijk het probleem wat waarschijnlijk het hele weekend gaat plaatsvinden. Ja, dat doet zeer. Daardoor ging het ook wat minder goed en besloot ik maar gewoon door te gaan aan die andere training. Namelijk die met de banden. Je ziet rechts, die tijd die moet groen blijven, die moet ik halen. En dat moet dan ook gebeuren met dat balkje in het midden bovenin die groen of paars moet blijven. Dat moet dus beide werken. En ik zat de hele tijd een beetje onder, een beetje boven. Maar op zich, deze training was niet heel moeilijk. Je ziet, we zitten in het groen. En rechts zie je dat we net, maar dan ook net in het groene van de tijd zitten. En deze training is dus volbracht. Vervolgens dacht ik, jongens, genoeg van die training. We gaan kwalificeren. En de eerste poging ging niet echt vlekkeloos. Dus besloot ik, ja, zo'n tijd moet je natuurlijk gewoon rijden met een volledig goede wagen. Niet gebroken, want dat zorgt gewoon voor minder snelheid. Dus we doen het nog een keer. Ai. Oei. Ja, dat was niet best. Maar geen schade, dus ik kon het rondje in principe gewoon uitrijden. Ai. Goeiedag vandaag. Wat vind je er zelf van? Wie is je belangrijkste tegenstander op de grid? Dat moet wel mijn naamgenoot zijn, Kevin Magnussen. Het is het begin van het seizoen. Hoe zal het voor jou gaan, denk je? Zo vroeg in dit seizoen kun je dat eigenlijk nog niet zeggen. Super, dat was het. Nou, echt een diepte-interview, dankjewel. Dat brengt ons bij de kwalificatie, dames en heren. En de kwalificatie, ik had niet echt hele hoge verwachtingen. Ik was gewoon bang voor deze baan, dat zal ik je eerlijk toegeven. Bang om een muurtje te raken. Bang om daardoor dus een minder goede tijd neer te zetten. Dus ja. Slap so far is a 1:44.4. Ja, dan moeten we dan nog een keer proberen, hè? Want dat is geen beste tijd. We staan, zoals je linksboven ziet, keihard laatste, 22e van de 22. Dus ja, we moeten onze tijd verbeteren. En ik zal jullie toch even een heel rondje van de baan laten zien, zodat jullie toch een beetje een idee hebben wat jullie zo meteen tijdens de race kunnen verwachten. Hier valt het nog wel mee. Deze straatjes zijn niet zo heel erg smal. Ik kan dus ook blijkbaar gewoon de weg afsnijden. Maar het helpt eigenlijk niet mee. Je ziet ook rechtsboven, ik loop nu al een halve seconde, meer dan een halve seconde, achter op die langzaamste tijd die ik al heb staan. Dus ik moet echt gewoon beter. Hier ga ik op zich wel lekker het bochtje door. Ik neem niet de ideale racelijn waardoor ik hier van mijn gas af moet. Dus dat is gewoon zonde. Maar nog steeds geen muurtje geraakt. En dat gebeurde natuurlijk de vorige ronde wel. Dus je ziet wel, die tijd loopt al langzaamaan wat terug rechtsboven. Niet heel hard, maar wel een beetje. Dus als ik gewoon een goede ronde blijf rijden, zou het moeten lukken om een sneller rondje te rijden. Gewoon geen schade rijden, Kevin, dan komt het helemaal goed in deze kwalificatie. Want, dit is natuurlijk geen beste bocht, dames en heren. Maar je ziet ook wel een beetje aan deze baan heel veel lange rechte stukken, waarop wij natuurlijk nog niet zo goed zijn. Niet zo goed als die andere. En ik vind het eigenlijk nog best wel knap. Onze auto is nog helemaal heel zo tegen het einde van dit rondje aan. Dat is zonde natuurlijk. Toch weer een beetje schade. En dat zorgt er dus helaas voor dat wij achteraan blijven op de grid. De Vietnamese hoofdstad Hanoi. Een levendige stad aan de oevers van de prachtige Rode Rivier. Vandaag is de stad het decor voor de laatste ronde van het Formule 1 wereldkampioenschap.
Met een circuit dat speciaal is ontworpen om inhalen aan te moedigen, denk ik dat we vandaag een spannende race gaan krijgen. Dit is het Hanoi Street Circuit dan. 5,5 kilometer door de Vietnamese hoofdstad. Een aantal van de 23 bochten zijn geïnspireerd op andere grote circuits, waardoor er hopelijk een aantal mogelijkheden voor inhaalacties ontstaan. Na een fantastische kwalificatie is het tijd om te zien hoe onze startgrid van vandaag eruit zal zien. Valtteri Bottas start vanaf pole position, met Lewis Hamilton ernaast. Door naar de rest van de grid hebben we Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel en Albon, Ricciardo, Ocon, Sainz en Lando Norris, Perez, Stroll, Daniel Kvyat en Raikkonen, Gasly, Magnussen, Romain Grosjean en Antonio Giovinazzi, Schumacher, Russell, Latifi en de rookie. Het is bijna tijd dat deze 5 rode lampen uitgaan. Eens kijken wie er vandaag de leiding neemt. Dankjewel Olaf. En inderdaad, hier zijn wij. 5 rode lichten gaan zo uit. En dan start deze race waarin ik op het eerste rechte stukje eigenlijk wil proberen om al een paar mensen in te halen. Daarom duik ik hier al een beetje naar links om te kijken of ik een gaatje zie. Dat is misschien een beetje te enthousiast. Het brengt ons wel richting de top 10, maar ik kom er al vrij snel achter. Dit is niet echt een plek waar ik hoor te rijden. Mensen halen me aan de linker en aan de rechterkant in. Maar ik probeer wel erbij te blijven. Ik duik hier aan de binnenkant en daardoor gaat een Alfa Romeo heel zijn voorvleugel naar de colere in mijn zijkant. Het gaat niet heel netjes. Well done mate, nice start hoor ik. Ik vond het zelf een beetje tegenvallen. We hebben wel wat plekken gewonnen. We zijn van plek 22 naar plek 12, 13 gegaan. En dat weet ik eigenlijk best wel lang vast te houden. Voor mij ligt wat ruimte, achter mij ligt wat ruimte. En dat blijft eigenlijk best wel een tijdje zo. Tot aan rondje 5 kan ik wel zeggen, waarin Norris mij pas weer weet in te halen. Dus dat duurt echt wel 5 rondes. Ik probeer dat natuurlijk wel te voorkomen. Ik probeer bij hem te blijven. Dankjewel Jeff, precies. Het kan zomaar zijn dat hij een foutje maakt en dat ik hem weer kan terug inhalen. Want ik moet natuurlijk gewoon proberen om met deze grote jongens te blijven meerijden. Je ziet ook achter mij zit Stroll, die is ook aan het aandringen. Hij heeft ook gewoon een snellere wagen, een snellere motor. Dus ja, ik moet er gewoon alles aan doen om die plekjes te verdedigen. Dat doe ik dan ook. En door dat verdedigen lukt me eigenlijk niet echt om Norris op mijn beurt aan te vallen. Dus die moet ik eigenlijk een beetje laten gaan. Zei je niet dat ik hem hier zo eigenlijk nog een rondje later in de binnenbocht kan afsnijden. Dat gaat best wel lekker. En dus besluit ik om op deze bandjes de aanval in te zetten op Kvyat. Kvyat is één optie die ik had kunnen kiezen als rivaal. Ik heb gekozen voor Kevin Magnussen. Dat is jammer. Want ik had eigenlijk gewoon voor deze fijne baas moeten kiezen. Tot op heden 6 rondjes zonder schade. Helaas, hier gaat mijn voorvleugel eraan. Je ziet hem liggen daar rechtsachter. En dat gaat er natuurlijk ook voor zorgen dat ik wat snelheid ga verliezen. Ten opzichte van de anderen. Je ziet ook Norris gaat me voorbij. Hier gaat ook eindelijk Stroll mij gemakkelijk voorbij op dat lange rechte stuk. En ja, die moet ik dan ook maar gewoon laten gaan. Voor mij zit dat erop. Ai, en nu is het helemaal klaar natuurlijk als je voorvleugel eraf ligt. Nou is het wel zo dat ik in rondje 7 of rondje 8... Precies Jeff, we mogen gaan boksen. Rondje 7 en 8, dus dat doen we dan ook maar gelijk. We duiken de pitstraat in, daar krijgen wij een nieuwe voorvleugel. Dat neemt altijd wat tijd in beslag, maar niet al te veel moet ik zeggen. Eigenlijk staan we binnen 6 seconden alweer op de baan. En daardoor komen wij ook eigenlijk nog recht voor de Williams auto's uit. En dat is best wel gunstig, dat we niet eens achteraan rijden. Dat komt natuurlijk omdat wij in het eerste rondje zo gigantisch veel gewonnen hebben. En daardoor kunnen we eigenlijk direct de aanval terug inzetten op de wagens voor ons. En die Williams wagens, waar wij toch wel een stukje sneller dan lijken, achter ons laten. Dan zie ik in het volgende rondje, rondje 9, dat Gasly recht achter ons geplant wordt. Maar dan ook recht achter ons. Vanuit de pitstraat komt hij gereden en hij drukt eigenlijk direct in ons achterkantje. En hij heeft gewoon een snellere wagen. Hij is een betere coureur dan wij. Dus ik moet hem eigenlijk ook gewoon direct laten gaan. Dan is mijn doel weer gewoon ja, deze fijne man bijhouden. Want het is best wel lekker om achter een snellere coureur te rijden. Totdat ik zie dat hij hier heel langzaam gaat. En ik denk... I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Houdoe! Maar hij denkt op zijn beurt weer... Bye, have a great time. Dus ja... Dat haalde er niet heel erg veel uit.
Gasly die gaat voor ons uit. En ik besluit om zijn teammate Kvyat maar weer eens een beetje in te halen. Dat lukt mij in dit bochtje. Ik haal hem in aan de binnenkant. Ik denk, yes, ik ben er voorbij. Maar dan... Brilliant. Nice move. What the fuck doe je? Hij liet mij gewoon niet gaan. Dus ja, ik probeer hier dan maar terug op de baan te komen. Heel stijlvol. En hier komt Mick, onze teammate, to the rescue. Ah, hij rijdt zich helemaal naar de kleren tegen mij aan. Dat betekent dat hij achter mij rijdt zonder een voorvleugel. Helemaal naar de kleren. Dus hij zal zo de pitstraat in moeten. Kijk, daar gaat hij. En dat scheelt gewoon heel veel tijd. Het is gewoon zonde. Ik weet ook niet wat Kvyat daar aan het doen was. What the fuck was that? Sorry Russell, ik ben ook niet heel netjes bezig. Maar het gaat allemaal niet zo lekker. Ik besluit wel om deze bandjes nog een beetje door te gebruiken. Mijn voorvleugel is ook wel een beetje kapot, maar niet dusdanig veel. Dus ik besluit eigenlijk pas een rondje 16 naar binnen te rijden. Om over te gaan op de medium banden en dus ook mijn laatste pitstop van deze race. We moeten dus na deze pitstop geen schade meer rijden en het gewoon netjes uitrijden. Wederom 6,5 seconden voor die nieuwe voorvleugel valt op zich mee. En dan zie ik dat wij eigenlijk naast Kimi Raikkonen geplant gaan worden. Echt net naast hem, net voor hem moet ik zeggen. En dat geeft ons wederom een voorsprongetje op Kimi en natuurlijk onze teammate die zichzelf kapot heeft gereden en de pitstraat in moest. Dan rijden wij in rondje 18 op onze mediumbanden en zien wij dat wij best wel aan het inlopen zijn op Kvyat, Russell die in de pitstraat zitten en dat wij de aanval kunnen inzetten op Latifi en Gasly. Die aanval die duurt niet heel lang. Latifi die halen we sowieso wel in op de korte termijn, maar hij besluit ook om het volgende rondje de pitstraat in te gaan. Want hier komen we weer langs de finish in rondje 19 en Latifi staat in de pits. Dus wij kunnen de aanval inzetten op Gasly en Grosjean in deze laatste 8 rondjes. Je ziet, Gasly rijdt 7 seconden voor ons. We rijden best wel op hem in. Dus in die 8 rondjes moet dat eigenlijk best wat te doen zijn. Dat is dan ook het plan. Zij het niet dat Gasly een stukje sneller is dan Romain Grosjean. En Gasly haalt hem dan ook in. Dus eigenlijk moeten wij ons meer focussen op Grosjean. Nou zie ik alleen in mijn linkerbovenhoek dat Ocon uit de pit komt. En daar hebben wij natuurlijk nogal een verleden mee. Valtteri Bottas ligt compleet uit de wedstrijd. En hier komt hij hoor. Ja, dit is natuurlijk toch een beetje onze tweede rivaal naast Kevin Magnussen. Ocon die ons van de baan gedrukt heeft de vorige aflevering. En dus heb ik zoiets van, ik ga deze jongen gewoon pakken. Ik ga hem helemaal naar de kleren rijden. Maar dan hoor ik van Jeff, hij rijdt op de zachte banden, snellere banden als waar wij op rijden. En hij heeft natuurlijk ook een betere auto, dus dat plan moet ik al snel laten gaan. Ik ga gewoon voor Romain Grosjean. Die halen we hier dan ook in rondje 24. Best wel netjes, gewoon aan de binnenkant. En dat gaat eigenlijk van een leien dakje. Dan rijden wij gewoon rustig 15e. Dat is gewoon netjes. Daar ben ik ook gewoon super trots op eigenlijk. En dat weten we ook best wel goed vast te houden. We weten weg te rijden bij Romain Grosjean. En ik ben eigenlijk best wel tevreden met een 15e plaats, moet ik zeggen. Want we begonnen op 22. We hebben 7 plekken gewonnen. En als ik dat zo kan uitrijden, ben ik eigenlijk gewoon een hele tevreden jonge man. Ik zie ook voor me, rijdt nog wel Gasly en Ocon. Die zijn een beetje met elkaar aan het vechten. Dus ik zou kunnen proberen om die nog in te halen. Maar eigenlijk is dat gewoon een verloren race. Want ze zijn gewoon een stukje sneller dan ik. Ik merk ook dat mijn banden toch wel iets aan het slijten zijn en dat ik iets minder grip heb op de baan. Dus ja, mijn doel is eigenlijk gewoon deze laatste rondjes zo netjes mogelijk uitrijden. Ja, het plan was van korte duur. Ik heb mezelf hier helemaal kapot gereden. Ik heb geen voorvleugel meer. Jeff vraagt of ik wil boksen voor een nieuwe voorvleugel. Maar ja, dat zie ik ook niet meer zitten, die laatste rondjes. Hamilton zit achter op de drukken. Die ziet gewoon als wereldkampioen een of andere amateur voor hem zonder voorvleugel. En ik besluit gewoon, ja, ik ga gewoon die 2 rondjes uitrijden. Dan maar 22e. Ik ga niet weer de pitstraat in. We zien wel waar het schip strandt. Ik laat Hamilton passeren. En besluit gewoon dat ik een rondje zonder voorvleugel zal moeten gaan rijden. En de jongens achter me, ja, die gaan mijn geheid inhalen. Maar het is niet anders. Dat was in ieder geval mijn idee, totdat ik dit zag. Hamilton gaat over de finish. En mijn race is ook klaar.
Ik hoef dat laatste rondje niet eens uit te rijden. En ik ben 18e. Nou, op zich. Ja, neem ik daar wel genoegen mee. Ik had 15e kunnen zijn. Door een domme fout verlies ik mijn voorvleugel. En ja, ben ik 18e geworden. Dames en heren, daarmee eindigt deze aflevering. Ik start de 22e. Ik ben 18e geworden. Ik heb 2 plaatsen gewonnen. 4 plaatsen gewonnen. Boven Mick Schumacher geëindigd. Boven Daniel Kvyat. En we moeten eigenlijk gewoon de aanval ingezetten op Kevin Magnussen. Onze rivaal vanaf nu. Die 13e is geëindigd. Dus daar valt zeker nog wat te winnen. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben in een volgende aflevering. Ik wel. Dan gaan we het natuurlijk wel beter doen. En hopelijk geen baan met betonnen muurtjes. En ik zou zeggen, tot dan.